It's time. Het ziet er al heel rustig uit, die foto van die, wat is het, 14 april 1996. Maar het is een drukte van je welste. En dat komt niet door het aantal mensen wat er in de studio is. Want het is maar één man met zijn echtgenote. En die man is Elvis Costello. En zijn echtgenote die is toevallig die dag de manager. Maar de drukte van je welste wordt op de een of andere manier veroorzaakt door gedoe eromheen. In de ochtend hadden we al gehoord dat Costello nog andere dingen had te doen. Hij wilde graag een interview met Nova doen, vlak voor de sessie. Dat liep niet goed, dus bij ons begon de sessie ook niet goed. En hij kwam binnen met zijn echtgenote en zei meteen van, nou, laten we het snel doen, want ik heb weinig tijd. En dat gaf wat stress op de studiovloer, want technicus Han Nuiten wil het graag goed doen. Dat betekent microfoons neerzetten, de muzikant leren kennen, de setlist doornemen en vervolgens soundchecken om vervolgens ook de boel zo goed mogelijk op te nemen. Maar op de een of andere manier lukte dat niet. Dus die drukte van je welste die wordt veroorzaakt door gedoe om de opname heen. Kan ik me nog heel goed herinneren van die dag. Are you getting it through that pickup? Yeah. Do you want to just before we start, can you feed the signal that you're getting from me into those speakers quietly so I can hear the. Do you understand what I'm saying? Yeah. Can you just feed that into the into these studio monitors for a second? I think they're too far away for you to. I can walk over there and hear them. I just want to hear the guitar. De opname van april 1996 is niet mijn eerste kennismaking met Elvis Costello. Al een jaar of acht daarvoor had ik een interview met hem gedaan voor mijn televisieprogramma Kippenvel. En dat deden we aan de Noord-Nederlandse kust in Bergen. Aanleiding was toen dit album, Spike the Entertainer. Wat hij samen onder andere met Paul McCartney en T-Bone Burnett schreef. En het was voor hem een droom om ooit met Liverpoolian, ex-Beatle, Paul McCartney te kunnen werken. Costello heeft zelf ook een grote hang naar Liverpool, moet je weten. En uiteraard ook naar de Beatles. Dus dit was zijn eerste grote kennismaking met Paul McCartney. Er zouden een heleboel andere samenwerkingsverbanden volgen. En ik heb ze maar even erbij gepakt. Hij heeft bijvoorbeeld een plaat gemaakt met Alan Toussaint. Hij heeft een plaat gemaakt met ons eigen Metropoolorkest. Met de legendarische songschrijver Burt Bacharach. Met het Brodsky Quartet. En die lijst met samenwerkingsverbanden tussen Elvis Costello en anderen, dat gaat maar door. He's talking about your music still. Interesting. It's not my favorite thing, really. No, I mean, I prefer to be playing or writing, really. I mean, once the record is made, it's made, and that performing then becomes the next way the songs live for me. When I hear the songs now on this album, it won't be very long before I start finding fault with it and thinking I could have sung that differently, or because I would have learned some different way to sing it between now and the next concert, you know. True. So that's why you write songs. I mean, the songs don't exist definitively on records, and you know, there might exist one night in your life where you sing it better than ever. Yeah. And every song that I feel I got wrong on the record, I know there's been a moment where I've sung it right somewhere, otherwise I wouldn't have bothered with it at all. You know? Are you ready to go? Yep. Have you got the guitar? Did you get what you wanted? Well, I suppose that depends. Well, I suppose that depends. If you go, if you go, when passion is squandered and money is spent, it's time. You must see it's time that you went. You must see it's time that you went. De carrière van Elvis Costello kun je eigenlijk niet afdoen met 2, 3, 4 minuten opsomming van alle feiten die zijn carrière hebben geteld. Want dan ben je incompleet. Zijn carrière begon ergens begin jaren 70 en duurde tot 2018, toen hij
in Nederland bekend maakte dat hij zijn Europese tour ging stoppen omdat hij leed aan kanker. Inmiddels is hij genezen en nog geen 2 maanden geleden heeft hij een terugkomconcert gedaan in zijn geliefde Liverpool. It's not the days when you leave me, but I have fear of the night. But I have fear of the night if you go. If you go, where passion is squandered and money is spent, it's time. Gaan we weer terug naar die opname van 14 april 1996. Man in zijn uppie met akoestische gitaar. Hij speelde de hele set zo snel mogelijk. 5 nummers bij elkaar. Te beginnen met Distorted Angel en als laatste It's Time. Liep terug naar de controlekamer om te kijken of het allemaal goed was opgenomen. Keek de technicus Han Nuyt in zijn ogen, ging zitten. En hij zei, mag de gitaar wat zachter? Nee, zei Han Nuyt, dat kan niet. Want we hebben gezegd dat we alles live opnemen. Dus direct naar 2 sporen. Hij keek om zich heen en kwam toen pas tot rust. Hij ging opnieuw de studio in en speelde nog een keer die 5 nummers. Was getekend Elvis Costello. She won't practice the looks from the great tragic books that will lead to disgrace to face celluloid. It won't even make sense, but you can bet if she isn't a sweetheart and plaything I pet. The film turns her into an unveiled thread. Nonsense prevails, modesty fails, grace and virtue turn into stupidity. While the calendar fades, almost all barricades to a pale compromise. And our leaders have feasts on the backsides of beasts. They still think they're the gods of antiquity. If something you missed didn't even exist, it was just an ideal. Is it such a surprise? What shall we do? What shall we do? All this useless beauty, all this useless beauty.